Goedmanson. En Wermbloom ook. Douglas laat zich aftroeven en uiteindelijk Brahma. En dan slaat Douglas naar achter. En dat heeft Bossen gezien. En daarvoor komt er een kaart en dat wordt de rode. Douglas er vanaf. En dan geeft hij daarna nog een duw nou. Net als eerder dit seizoen in Enschede wordt Douglas opnieuw van het veld gestuurd door Ruud Bossen, die toen ook de scheidsrechter was. Alles gaat mis bij Twente. Een eigen goal van Jansen, een blessure bij Ruiz en nu de rode kaart voor Douglas die helemaal de weg kwijt is. Kortsluiting bij Douglas. En Bosker moet er aan de pas komen om hem naar de kleedkamer te duwen, dat werkt niet. Hier ligt Wermbloom met Douglas. En dan daar een armzwaai. Wermbloom stelt zich natuurlijk aan. En wat Douglas na de rode kaart ook nog doet, slaat natuurlijk helemaal nergens op. Na het tonen van de rode kaart is het daarna nog twee keer rood voor Douglas. Daar komt de eerste wissel bij Twente. Die zat er al een tijdje aan te komen. Ruiz, Mank naar de kant. Buizen is zijn vervanger. Ik zou maar voorzichtig de deur open doen als ik Ruiz was. Want daarachter zit nog een kokende Douglas.